In dit filmpje gaat het over het rationalisme van Plato. Daarmee wordt aangesloten bij twee leerdoelen. Namelijk, je moet aan de hand van de allegorie van de wagenmenner Plato's theorie van de aangeboren kennis en maïotiek uiteenzetten. En aangeven dat deze theorie een voorbeeld van conceptueel en propositioneel nativisme is. En je moet kunnen aangeven waarom Plato terecht als een rationalist kan worden beschouwd. Op grond van zijn opvattingen dat alle kennis met behulp van het verstand gerechtvaardigd worden. En dat synthetische kennis a priori mogelijk is. Zijn propositioneel en conceptueel nativisme. Zijn hogere waardering voor overtuigingen die door middel van het verstand zijn gerechtvaardigd. Dan voor overtuigingen die door middel van de zintuigen zijn gerechtvaardigd. Nou, om Plato's rationalisme te begrijpen moet je eerst iets meer weten over Plato's opvattingen over de ziel in het algemeen. En Plato's opvattingen over de ziel zijn vrij uiteenlopend. Maar we beperken ons hier met name tot die kwesties die relevant zijn voor de kenleer. Plato's opvatting is dat de menselijke ziel uit drie delen bestaat. Het moedige deel, het begerende deel en het redelijke deel. En hij stelt de ziel wel eens voor als een span paarden, bestaande uit een wit moedig paard, een zwart begerend paard en een wagenmenner die de reden vormt en dus de moed en de begeerte in evenwicht moet houden. Nou, waarom zien we dat paard hier op het plaatje door de lucht heen zweven? Omdat Plato verhaalt over het feit dat de ziel, alvorens die in een lichaam van een mens komt, eerst in een soort in een hemel verkeert. En in die hemel voedt ze zich met kennis. En dat voeden met die kennis, dat lijkt eigenlijk vooral te betekenen in zekere zin dat ze telkens weer in contact komt met die kennis. Hoewel het zeer wel mogelijk is dat die kennis ook al aanwezig is in de ziel. En op een gegeven moment is het zo dat het begerende deel van de ziel steeds meer het geheel van wagenmenner, wit paard en zwart paard naar beneden trekt, naar de aarde trekt, alwaar het begerende deel kan doen wat hij of zij wil, namelijk lekker begeren. Want de begeerte is eigenlijk het verlangen, zou je kunnen zeggen, naar het lichamelijke in dit geval. Nou, dus alvorens de ziel in een lichaam komt, bezit de ziel al heel wat kennis. Nou, dat betekent dan ook, en we gaan zelfs nog wat verder, dat alle kennis is aangeboren. Plato heeft natuurlijk een heel eigenaardig of eigenzinnig idee over wat allemaal kennis is en wat niet kennis is. Maar aangezien alle kennis is aangeboren, zou je kunnen zeggen, of weet je zeker, dat sommige overtuigingen zijn aangeboren. Ook al is het zo dat de analyse die Plato geeft van kennis enigszins anders is dan de analyse die we misschien tegenwoordig zouden geven van kennis. Nou, als sommige overtuigingen zijn aangeboren, en dat is dus eigenlijk het geval omdat die in de ziel aanwezig zijn, alvorens de ziel onderdeel uit gaat maken van het lichaam, hè, of alvorens de geest onderdeel uit gaat maken van het lichaam, daarom kun je stellen dat Plato een propositioneel nativist is. Bovendien kun je zeggen, als sommige overtuigingen zijn aangeboren, dan moeten sommige concepten ook wel zijn aangeboren als onderdelen waaruit die overtuigingen bestaan. En dat betekent dat Plato als een conceptueel nativist kan worden beschouwd. Nou, Plato beschrijft dan ook het proces van kennis verwerven, wat we hier dus eigenlijk met een korreltje zout moeten nemen, als anamnese, als herkennen of herinneren. Dus eigenlijk op het moment dat wij denken dat wij nieuwe kennis verwerven, is hetgene wat er gebeurt dat we herinnerd worden aan kennis die al in onze ziel aanwezig was en is, voordat die ziel onderdeel uit ging maken van de persoon die wij zijn. Voordat de ziel, anders gezegd, vanuit de hemel naar de aarde stortte en in ons lichaam kwam. Dus al het kennen is eigenlijk herkennen of herinneren. En dat betekent dan ook dat zelfs mensen waarvan eigenlijk in eerste instantie lijkt dat ze niet zoveel kennis hebben, misschien toch meer weten dan ze denken. En dat die kennis alleen maar weer opgefrist moet worden. En dat opfrissen, dat beschrijft Plato als maïotiek,
Maieutiek is eigenlijk datgene wat een vroedvrouw doet, hè? Wat iemand doet die zwangere vrouwen helpt bij de bevalling. En de filosoof kan je als het ware laten bevallen van de kennis die al in je zit. En dat doen met het soort zachte, maar misschien soms ook harde hand die welke de vroedvrouw ook heeft. Hè? Dus kan je helpen om die kennis als het ware uit je te trekken. Of om ervoor te zorgen, dat, hoewel je dat misschien met kinderen niet moet doen, maar om ervoor te zorgen dat die kennis weer uit jou komt. Hè? Dus die maieutiek helpt eigenlijk om de anamnese te bewerkstelligen. En die anamnese is alleen maar mogelijk omdat dat propositioneel nativisme en daarmee ook het conceptueel nativisme volgens Plato waar is. Nou, daar blijkt al een onderdeel, zou je kunnen zeggen, van Plato's rationalisme. Maar het gaat nog verder, want Plato is er ook van overtuigd dat er synthetische overtuigingen zijn in de vorm van kennis die a priori gerechtvaardigd kunnen worden. En die natuurlijk, want dat geldt voor alle kennis, die natuurlijk betrekking hebben op de vormen. Maar je kunt wel degelijk zeggen dat je daarmee toch nog steeds synthetische a priori overtuiging hebt, want die kennis is niet alleen maar kennis van betekenissen of van de relaties tussen betekenissen, maar gaat veel verder en heeft namelijk betrekking op die vormen. En daarmee zijn die synthetische overtuigingen, die kennis zijn a priori gerechtvaardigd. En Plato gelooft dus in het synthetisch a priori en daarmee is hij ook in dat opzicht een rationalist. Nou, hij is duidelijk een propositioneel en conceptueel nativist, maar hij gelooft ook in de superioriteit, zou je kunnen zeggen, van de verstandskennis of van overtuigingen die met het verstand zijn gevormd. Sterker nog, hij denkt dat zoiets als zintuiglijke kennis helemaal niet mogelijk is. Dat heeft natuurlijk wel iets te maken met zijn specifieke opvatting van kennis. Maar het zegt wel iets over het feit dat het verstand als de manier om meer informatie over de werkelijkheid op te doen duidelijk superieur is aan de zintuigen. En ook in dat opzicht dus kunnen we Plato een rationalist noemen.